Hallo allemaal, dit is een special video. Wij zijn vandaag uitgenodigd in het Huis der Provincie. We gaan nu een interview doen met... Ron Teunissen. Vraag 1. Wie bent u en wat doet u hier? Ik ben dus Ron Teunissen en ik werk hier al heel lang. Ik ben de coördinator van het wonenbeleid in Gelderland. En dat betekent dat we proberen om met gemeenten samen ervoor te zorgen dat de goede woningen in Gelderland komen te staan in de Gelderse steden en de dorpen. Dus zowel de goede wat betreft de grote als de kleine huizen, de duurdere en de wat minder dure huizen, de koophuizen en huurhuizen en overal genoeg huizen. Vraag 2. Waarom heet het provinciehuis? Is dat bij alle provincies zo? Ja, het is bij alle provincies zo, maar in Gelderland is het wel bijzonder, want wij noemen het soms wel provinciehuis en de meeste mensen zeggen ook provinciehuis. Maar eigenlijk moeten we zeggen het huis der provincie, want dat betekent het huis van de provincie. Want het is niet van ons, van de mensen die er werken, nee, het is van de mensen van Gelderland. Dus daarom zeggen we ook altijd huis der provincie. Vraag 3. Wat voor werk doen jullie bij het provinciehuis? Er zijn heel veel dingen. Ik zei al even over wonen, wat ik zelf doe. Maar we zijn ook bezig met water bijvoorbeeld. Of het water wel van goede kwaliteit is. Er zijn natuurlijk heel veel zwemplassen in Gelderland, en meertjes. Maar dan moet je wel zorgen dat het water goed is. Dat niet vervuild is met allerlei bacteriën of zo. Dat doen we ook. Maar ook bijvoorbeeld iets heel belangrijks wat toch heel veel mensen kunnen zien. Dat is wegen. We leggen ook wegen aan. En we zorgen ook voor dat die netjes blijven en dat ook de bermen langs de wegen, dat die netjes worden schoongemaakt, ook worden gemaaid als het nodig is. Dat er mooie bomen langs staan of als die bomen in de weg staan, dat de bomen ook weggaan. Dat doen we ook. Toen u klein was, wilde u dit ook al worden? Nou, toen ik klein was nog niet. Ik wist toen, denk ik, nog niet wat de provincie precies was. Ja, ben ik pas later gaan leren. Toen ik hier kwam, toen had ik ook nog niet helemaal door wat de provincie allemaal deed. Ik denk dat heel veel mensen dat niet goed weten. Dat weet ik inmiddels natuurlijk wel. Ik werk hier al heel lang. Maar ik denk niet dat ik vroeger dacht van, nou, als ik groot ben, dan ga ik bij de provincie werken. Nee. Vind je het leuk om dit werk te doen? Dat wel. Nu ik hier eenmaal werk, ik heb ook al heel veel verschillende dingen gedaan bij de provincie. Wat ik nu doe is ook hartstikke leuk. Natuurlijk, je hebt wel eens dagen dat je wat minder leuke dingen moet doen en dat het niet zo lekker gaat. Dat heb je allemaal, ook wel op school en met sport heb je dat ook. Maar over het algemeen vind ik het echt leuk om te doen. Wanneer wilt u gaan stoppen? Oh, wacht. Heeft u leuke collega's om mee te werken? Ik heb heel leuke collega's om mee te werken, ook heel erg veel. De meeste ken ik ook wel, omdat ik hier ook al wat langer werk. Sorry. Al wat langer werk. Ja, de meeste zijn best leuke collega's. En ja, je hebt natuurlijk altijd, ja, sommige mensen die vind je leuker dan andere mensen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel. De vriendjes die je minder leuk vindt en de vriendjes die je leuker vindt. Nee, maar over het algemeen kan ik met de meeste mensen heel goed overweg. Wanneer wilt u gaan stoppen en wanneer bent u begonnen? Ik ben begonnen 27 jaar geleden, althans bij de provincie. Ik had daarvoor ook al op andere plekken gewerkt, op universiteiten. Maar toen ben ik dus hier begonnen. Dus ja, dat is 27 jaar geleden. En wanneer wil ik stoppen? Nou ja, eigenlijk zometeen om 5 uur eigenlijk wel. Maar ik moet toch wel een jaartje of 10 werken, denk ik. En dan ga ik stoppen. Met hoeveel mensen werken jullie hier ongeveer? Er werken hier ongeveer 1200 mensen. En die werken niet allemaal hier in het gebouw, of in deze twee gebouwen die samen eigenlijk één gebouw zijn. Er zijn ook mensen die, ja, wat ik al zei, het water controleren, maar ook de wegen controleren en de wegen onderhouden. Ja, dat doe je natuurlijk buiten. Die mensen zijn natuurlijk niet hier. Dus die werken niet allemaal, alle 1200 mensen werken niet allemaal hier in dit gebouw, maar ook buiten. Dit was het interview.